actievoerende organisaties van de protestmars van morgen zijn woedend omdat de route van de protestloop gewijzigd is. Start- en eindpunt van de route is nu het Kerkplein. De protesterenden willen na hun startpunt Kerkplein lopend door de binnenstad om te eindigen bij het Onafhankelijkheidsplein. De wijziging is de vertegenwoordigers van actievoerders vanmiddag voorgehouden bij het in ontvangst nemen van hun vergunning op het commissariaat Paramaribo Noordoost. Volgens de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust, en politiecommissaris Ruben Peter is de route uit veiligheidsoverwegingen gewijzigd. Volgens een boze Safira Yesrun zijn zij het niet eens met de wijziging omdat dit hun democratisch recht beknot. En in principe krijgen we dus niet waar wij, wat wij willen. We willen naar het onafhankelijkheidsplein. Wat is jullie niet gelukt? Dat we het onafhankelijkheidsplein niet mogen aandoen vanwege veiligheidsaspecten. Dus de route die wij hadden voorgesteld is aangepast. En daar gaan wij ons over beraden hoe wij daar om mee gaan. Maar jullie hebben de vergunning wel in ontvangst genomen? We hebben de vergunning in ontvangst genomen en daar zijn natuurlijk wel allerlei restricties aan verbonden. En ook de route aan ons voorgehouden, waar wij het eigenlijk niet mee eens zijn op dit moment. Het is een volksprotest. Wij zijn de stem van het volk. We willen ons uiten op dag 6, en dat is morgen, naar de volksvertegenwoordigers. Die hebben wij daar als volk gezet. En zij hebben een regering daar voor ons gezet, waar wij het niet mee eens zijn. Safira Yesrun, die namens het burgercollectief de vergunning in ontvangst nam. Zij vraagt zich af op grond van welke veiligheidsaspecten de route is gewijzigd, vooral omdat het nog steeds om een vreedzame actie gaat. De betogers willen volgens haar slechts hun ongenoegen uiten over het slecht beleid van de zittende regering. Zij is er ook niet over te spreken dat actievoerenden willen zij een petitie indienen bij het parlement dit slechts met 6 personen kunnen doen. Nerkus en Peter menen echter dat het gaat om een kleine wijziging. Dat we van mening zijn dat we toch wel gezien de situatie en ter in feite ter ondersteuning en ook de veiligheid in acht genomen van de politiefunctionarissen, de mensen die op straat komen, hebben we in feite niet de al te grote wijziging gebracht, maar wij hebben zoveel mogelijk proberen te voldoen aan de aanvraag van u. Het enige punt dat daarbij is opgenomen, omdat in eerste instantie het gericht was dat er men op het onafhankelijkheid zou komen. De politie heeft daarna in overleg met de DC natuurlijk het advies uitgebracht om dan in feite dezelfde route te hanteren. En op een gegeven moment zal men komen op het punt van de Heilige Weg, als een beetje ter oriëntatie van u. De Heilige Weg linksaf, waterkant. En dan trekt men door voorbij de Watermolenstraat. En dan gaat men tegenrichting, in principe, naar het onafhankelijkheidsplein. De actievoerders hebben besloten tot vanavond 9 uur in beraad te gaan over de gewijzigde route. Vast staat volgens Yesrun dat ondanks deze wijziging de actie van morgen doorgaat.